We zien wereldwijd dat er bij kinderen bijziendheid steeds eerder begint. Bijvoorbeeld in Azië heeft het merendeel van de kinderen al bijziendheid en dat willen we in Europa en de rest van de wereld proberen te bestrijden. Topcon is een bedrijf dat oogheelkundige apparatuur maakt voor optometristen en oogartsen. Dat is te splitsen in refractieapparatuur, diagnostische apparatuur en apparatuur voor oogchirurgie. Onze producten zijn gemaakt om ogen door te meten, om ogen te diagnostiseren en om ogen te opereren. De apparatuur staat in de optiekzaken, bij optometristen en bij oogartsen. We hebben recent de Maya ontwikkeld. Dat is een product specifiek voor het meten van bijziendheid. Op het ogenblik zie je vooral bij kinderen dat ze veel te veel achter de computer zitten, achter de telefoon en eigenlijk te weinig buiten spelen. We zien dat in Azië dat heel veel mensen al met een bril lopen op jonge leeftijd. En dat willen we eigenlijk voorkomen omdat het op latere leeftijd veel medische problemen kan geven. Het werkt heel simpel, het is kindvriendelijk, het is heel snel en kan ook herhaald worden zodat over de tijd ook de ontwikkelingen kunnen worden gevolgd van de bijziendheid van het kind. Bijziendheid kan in principe bij ieder kind ontwikkelen, hoewel er wel erfelijke factoren ook een rol spelen bij de ontwikkeling van het oog. Even kijken naar je oog. We proberen alle medewerkers van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te laten samenwerken, zo laagdrempelig mogelijk te beginnen met screening, zodat er minder behandeld hoeft te worden achteraf. Wij verwachten dat de gezondheidszorg veel meer geïntegreerd zal verlopen, waarbij laagdrempelig wordt gescreend, waarbij op tijd ziektebeelden worden ontdekt en waarbij dus minder behandelingen achteraf nodig zijn. Als we daar een bijdrage bij kunnen leveren, hebben wij het goed gedaan.